feest bij patisserie Strik vandaag. Het ijs van de banketbakker uit Nijmegen en Wijchen is door het patisseriecollege uitgeroepen tot het beste banketbakkersijs van Nederland. Hoewel de top in deze keuring dicht bij elkaar ligt, heeft Strik hiermee wel 24 andere zaken achter zich gelaten. Het is niet de eerste keer dat patisserie Strik de prijs ontvangt voor het beste banketbakkersijs van Nederland. Met de smaken framboos en hazelnoot wist Strik al eerder in 2020 de prijs te winnen. Het ambachtelijke ijs wist de strenge jury dit jaar wederom te overtuigen en met een half punt verschil met de nummer 2 wist de patisserie de prijs in de wacht te slepen. We werken met verse grondstoffen, maar dat is een understatement eigenlijk. We zijn met een hoop collega's in Nederland van het patisseriecollege, waarvan een groot deel banketbakkers ijs maakt. En iedereen kan een goed en lekker en top ijsje maken, maar het zijn de details die het verschil maken. Een aantal van deze details zitten bijvoorbeeld in het aardbeien- en chocoladeijs waarmee patisserie Strik de prijs voor het beste ijs van Nederland 2024 heeft gewonnen. In de aardbeien sorbet zit een vleugje citroen voor extra frisheid. Ook is het ijs gemaakt van verse lokale aardbeien. De ingrediënten voor het chocoladeijs zijn ook met zorg uitgekozen. De beste melkchocolade is gemengd met garnituur met een fijne crunch. Aandacht voor detail maakt het ijs het beste. Zeker wel. En wat wij proberen, wat ons ijs onderscheidt, is dat we hebben natuurlijk onze patisserie, onze banketbakkerij, waar heel veel smaken al in onze keuken aanwezig zijn, in onze patisserie al aanwezig zijn. En die gebruiken wij juist ook voor ons ijs. Op dit moment zijn er bij patisserie Strik zo'n 24 smaken te verkrijgen. Hierbij zijn er 18 tot 20 vaste smaken te vinden en steeds 4 wisselende smaken. Per 1 à 2 weken veranderen de smaken, afhankelijk van het weer. Bij warmer weer zijn er meer sorbets en fruitsmaken te vinden. Bij koeler weer zijn er warmere smaken te vinden. Het ijs werd beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. Eén daarvan was de kleur, de schepbaarheid, garnituur wat erin zit en uiteraard smaak, die telde dubbel. Patisserie Strik voldeed logischerwijs uitermate goed aan de beoordeelde criteria. Zowel de schepbaarheid, het moet goed scheppen, het moet goed een hoornje kunnen vullen. De kleur was goed, sommigen zagen dat de kleuren wat te licht waren, met name bij het chocoladeijs. Garnituur was goed, niet te overheersend, ook niet te grof, want daardoor schept het ook weer wat lastiger. Dus ja, eigenlijk het totaalplaatje was dik in orde.